Ja, Norbert, als iemand gebaald heeft van afgelopen weekend, ben jij het volgens mij ook wel. Hè? Want ja, het was geen lekkere middag voor de normaal toch hele degelijke defensie van NEC. Nee, klopt. Maar ik denk dat het voor het hele team balen was. En, goed, nu weer de focus op morgen, op Dordrecht. En we hebben naar gekeken met elkaar wat er beter kan en we zijn klaar voor Dordrecht. De afspraken zijn nu al helemaal duidelijk achterin. Dat gaat nooit meer mis. Ja, die waren natuurlijk al gewoon duidelijk. Ik denk dat het gewoon een zeer ongelukkig moment is geweest. Maar wat ik zei, we moeten gewoon vooruitkijken en naar Dordrecht toe werken. Ja, want het was wel ontzettend onnodig puntverlies. Hè? Want ja, eigenlijk de enige kansen die ze hebben gehad, hebben jullie ze geboden. Ja, zeker waar. Zeker. Wat we zeggen, we geven het hele seizoen al weinig kansen weg. En deze wedstrijd hadden we ook gewoon met 3 punten moeten afsluiten. En ik denk dat we ook genoeg mogelijkheden als team hebben gecreëerd. En daarin moeten we onszelf ook gewoon belonen. Ja, dat is sowieso een beetje een structureel verhaal dat jullie zelfs belonen. Want jullie hebben al een paar keer meer eigenlijk onnodig punten verloren. Waardoor je, ja, anders had je gewoon tweede gestaan. Ja, dat is als. Ik denk dat we als team goed bezig zijn met de dingen waarin we geloven en in de principes waar we aan werken. En ja, uiteindelijk denk ik ook dat er meer in had gezeten tot nu toe. Maar ik denk dat we ook gewoon naar voren moeten kijken en dat het ook gewoon vertrouwen geeft dat we een tijd niet verloren hebben. En die reeks gaan we ook gewoon uitbreiden met overwinningen. Maar heb je ook niet gewoon het gevoel van, ja, we horen er echt bij. We kunnen gewoon bij die eerste 2 komen. Absoluut. Ik denk dat we dat gevoel met elkaar allemaal hebben. En ik geloof ontzettend in het team wat we hebben en in de kwaliteiten die we hebben. En zo benaderen we ook elke wedstrijd. Dus ik denk zeker dat we omhoog kunnen kijken, ja. Ja. Een hele verraderlijke tegenstander morgen. Ze staan heel laag. En als je daar te veel de nadruk op legt, dan is dat ook link natuurlijk, het Dordrecht. Zeker. Het is gewoon een lastige tegenstander om tegen te spelen. Heel stug. Counteren. Dus daar moeten we scherp op zijn. Er ligt ook een belangrijke taak voor ons achterin, dat de restverdediging goed staat. En ik denk dat we aan de bal moeten laten zien hoe goed we zijn. Ja, nog 2 keer winnen voor de winterstop. Ja, dan ga je toch gewoon lekker eventjes de kerst in. Dat is zeker onze bedoeling, ja. Oké, hey, dankjewel. Alsjeblieft. Rogier Meijer, Dordrecht uit. Ja, kans op revanche voor afgelopen weekend, hè? Ja, zeker. Nou, niet te veel met afgelopen weekend bezig zijn, maar dit is een wedstrijd op zich weer natuurlijk. Dordrecht heeft de laatste 2 weken uitstekend gedaan. In een bepaalde speelwijze waarbij ze laag spelen en veel in de omschakeling. Nou, voor ons weer taak om daar goed op in te spelen. Ja, want jullie hebben toch de laatste tijd een beetje onnodig punten laten liggen, waardoor je niet nu al bij de eerste 2 staat, wat gewoon echt had gekund. Ja, kijk, als je achteraf alles gaat bekijken en berekenen, dan hadden we daar zeker bij kunnen staan. Dat is niet meer terug te draaien. Ik denk dat je moet kijken hoe dat komt en wat je kunt verbeteren daarin. Nou, ik denk dat we met name tegen Den Bosch in de tweede helft ook heel veel hebben laten liggen aan kansen en aan doelpunten. Nou, daar hebben we naar gekeken en ja, we kijken gewoon elke keer hoe we ons spel kunnen verbeteren. En op het moment dat je dat doet, dan denk ik dat de resultaten, nou, en die zijn niet slecht. Hè. Ik bedoel, je hebt 10 wedstrijden niet verloren, ja, dat die beter worden. Ja, over het algemeen, jullie creëren genoeg. Hè. Dat was ook in Den Bosch weer niet het probleem. Het afronden alleen. Ja, klopt. Hè. Ik denk dat er ook een aantal spelers op dit moment ook tegen een goal aan zitten te hikken voor hun vertrouwen. Die jongens hebben ook bewezen uiteindelijk hè, dat ze een bepaald gemiddelde wel kunnen halen in de competitie. Dus dat ze een aantal doelpunten wel gaan maken. Ja, op dit moment niet. En ja, daar zijn we deze week echt wel mee bezig geweest om ze daarin vertrouwen te geven en vaak in de situatie te brengen. Nou, en uiteindelijk ben ik wel van mening hoe meer kansen je creëert, hoe meer doelpunten je kunt maken. Dus daar moeten we sowieso mee door blijven gaan. Ja. Je kunt niet beschikken over Joep van der Sluis? Nee, Joep heeft een blessuretje. Niet ernstig, maar niet goed genoeg voor morgen. Nou, voor de rest alles beschikbaar. Ja. Ja, testen natuurlijk nog. Ja, testen hebben we gisteren iets later gedaan, dus die hebben we nog niet binnen. Dus dat is even afwachten. Matthias de Wolf heeft meegetraind, Thomas Beeker heeft meegetraind. Ja, die zijn er morgen niet bij, maar kunnen wel in de groep al trainen. Dus dat is echt een goede zaak. Ja. Dit is ook nog een bijzondere dag voor NEC, want er is vandaag iemand 75 geworden, Frans Hendricks. Ja, dat is wel iemand die heel apart is binnen de club. Hè? Die heb je er maar één van. Nee, klopt. Hè. Je hebt gezien volgens mij aan alle reacties vandaag wat Frans voor de club betekent. En hij is ook zeg maar mijn derde assistent, dus het is altijd fijn om zo iemand erbij te hebben. En hij geeft me altijd tips en trucs, dus ja, een fantastische vent en een mooie verjaardag voor hem. Heeft hij ook op zijn verjaardag nog even de tip gegeven waardoor jullie morgen 3 punten halen? Ja, hij heeft er wel iets over gezegd, maar nou ook even tussen Frans en mij. En mocht het morgen gelukt zijn, dan kom ik erop terug. Oké. Yes?